Puntensport 2024! Ligt jij nu al klaar om te gaan skiën? Nee, totaal niet. Wintersport 2024! Je weet weer echt nog andere mensen in het gebouw. Oh ja, dat is eigenlijk wel waar. Respectvol doen. Nee, want er was een doggo aan het blad. Je hebt hier ook niet respectvol gedaan. Dus fuck hun. Ah ja, dat heb ik wel gehoord, die doggo. Dat was niet. Hij was eerst keiveel aan het praten. Ja. En dan ging ze weg. En dan was die doggo zo, kom terug. En dan was hij zo tegen aan het krassen. Tegen die muur. Ja. Welkom, met die klei was weg. Oké, okay, kleeptjes aan doen dan, hè. We zijn klaargemaakt. Vanaf nu is alles op de GoPro of op de telefoon. Dus ik laat de camera hier. Dus ik zou zeggen, veel plezier van de beelden. Enjoy van het skiën. En we gaan er ook een mooie dag van maken vandaag. Let's go. Zie je het zitten? Let's go. Time to ski. Hier is het wel. Ja, foto trekken voor je. Zeg eens dit beeld. We hebben al zoveel ijspistes gedaan en nog niet gefilmd. Want ja, het had nog geen zin, maar hier is het tenminste. Het was wel ijzig, hè, P. Je gleed gewoon uit. Ja, die ene skireispiste, dat was ijzig. De rest was echt ijzig. De pistes lagen er alles is niet goed bij. Het is ijzig als blauw. Ja, die zonnetje, P. Hier zijn de pistes. Ik denk dat ik het straks ga. Ja, toch? Hier is het goed, hè? Ja, je hebt rood gedaan, hè? Easy, hè? Veel die rode was makkelijker dan die blauwe, hè? Ja, leuk, hè? Hier rechts, hè? Daar haal ik nu. Lekker. Mooi zonnetje ook. Zo nice. Allee, Rune. Ça va, Rune? Zeker, zeker. Wel echt veel debiel om te kussen. Ja. Leuk dat je dat kunt en dat je kunt skiën, maar doe dat niet, dat is gewoon gevaarlijk. Nog water. Runepeek heb je ook. Dat is heel skaak content, man. Ik denk dat heel veel only fans is. Maar je moet dat in je mond houden, hè, gast? Jij laat dat in je mond komen en dan mijn mond open. Maar ik weet ook niet wanneer dat je gaat spuiten, Peter. Oké. Okay. Vandaag gaan we alles in Pisa fietsen. Skiën. Gaat het? Pijn? Nee. Oké, dan schiet ik voor. Niet lachen als iemand pijn heeft. Als iemand geen pijn heeft, dan moet je wel lachen. Oh, check dit, guys. We gaan nu middag eten. Ik heb op de rand gaan staan. Nee, ik ga de mountain niet edgen. Ik zal een keer met gaan wij hier eten? Dat is toch naar daar. Kom. Mooie thumbnail. Daar eten we zo, nee. It's so pretty out here. Super pretty. Lekker. Nice, we hebben een plaatje gevonden, guys. Oh. Even lekker smikkelen. Dat is wel nodig. We hebben stokbroodjes mee en beleg. Pour manger. Allee, slaap wel, hè, jongens. A little nap. Wow. Check dit.
komt het trippen. Kom kippen. Luister, dit. Hitler. Ja. Ik ben assertief. Goed, ik ben mijn Strava vergeten. Ja, is wel. Voor sommige is het goed. Ik vind sommige pistes zijn inderdaad goed, maar vooral ik vind de rode beter liggen dan de blauwe. Ja, maar dat is omdat mensen kapot maken die blauwe. Ja, er zijn echt veel bultjes, maar ook al vanochtend dus. Ja. Maar ik heb niet wat morgen zijn op maandag. Maar het is wel redelijk warm, want vaak als je gaat skiën heb je het koud. Maar ja, de zon schijnt nu en het is zelf niet eens echt aan het vriezen, dus... Terwijl we zijn 1 februari, normaal zou het echt goed moeten zijn. Ik hoop dat jullie een beetje genieten van de beelden. We hebben de 360-camera geprobeerd, maar ik denk dat het te koud is en dat hij uitvalt. Dus ik ga proberen die instelling aan te passen straks. En ook even een update over de vlog. Er is een van mijn kijkers, ik weet niet of die kijkt, maar ik denk het wel. En die zat toevallig ook in hetzelfde dorpje, dus ik ga proberen om wat vlogs te maken. En vannacht die dan te uploaden en dan morgen mijn laptop te gaan halen. En hopelijk zijn die dan allemaal allebei geüpload. Of alle drie, dank ervan af wat ik nu nog kan doen. Dus. Want het internet is hier echt zo shit. En ik bedoel, ik kan gewoon geen vlogs uploaden. Dus dat is wel jammer. Anders edit ik de vlogs gewoon hier en dan upload ik er 2 per dag de week erna. Zodat ik terug op tijd ben. En want nu zit ik 1 dag achter en ik denk dat ik vandaag ook niet op tijd ga uploaden. Dus we gaan wel zien hoe dat gaat gaan. Maar... Ja, ik ga er niet over stressen, ze komen wel online, maar misschien niet allemaal deze week. Ja. Ja. Jezus. Als je de linkerkant had gepakt, waren er keiveel bultjes. Ben je klaar? Ben je klaar? Nee, ik wil gaan liggen denk ik. Ik heb geen pijn. Nee, hier. Oh, naar voren. Beter om naar boven. Wat? Beetje meer door je knieën gaan. Guys, a little review van de ski. Daar had ik totaal geen piek. Goed. En your review? Nee, maar... Wacht, je zit daar. Ja, maar omdat het daar deftig ligt. Maar vooral dat er zo blauwe pistes zijn meestal slechter dan... Agreed on that opinion. En liefje, I miss you. Ik ben hier echt suicidal. Daar heb ik op camera.
Lekker sneeuw eten, P. Dat was echt zwaar, noob. Ik was hier zwaar suicidal aan het gaan om u te volgen. Ja, hè? Heel zalig. What the fuck? Deze was goed. Die was echt leuk. Ik denk dat ik hier topsnelheid heb gehaald. Denk je? Rune is gekletst daar. Serieus? Sta op beeld. Hij is daar. Ik heb het op beeld en hij was beschaamd en hij zei het doorgeschiet. Rune, ga hier op. Zo, schijn. Oh, jong. Oh, jong. Oh, Moranlaas. Ah, Bertje gepakt. Zij ook gekletst. Ah. Hij ook. Ik ook net, allemaal in 1 minuut. Let's go, guys. We zitten nu op een pannenkoek. Het is de lift in dicht bij ons domein. Er is hier ook een parkje met zo'n jumpjes en zo, dus misschien gaan we dat nog doen deze week. Maar we zijn nu terug naar hier gekeerd omdat we straks anders niet meer met de andere liftjes naar dit domein kunnen gaan. Omdat dit domein zo groot is, zaten we eigenlijk in een ander gebied. Brent en Neo en zo zitten achter mij. En dingen zitten voor, Rune en Thibaut. En nu gaan we hier een keer een beetje rondkeren. Ik hoop dat jullie al mooie beelden vinden. Geniet nog van de laatste beelden, want straks gaan we naar het huisje terug. Let's go. Alleen mijn duim een beetje.
En daar staan we dan. Hallo. Oh, jongens toch. En hoe schokko zijn jullie? Van een schaal van 1 tot 10. Dat zie je toch aan mij gewoon een keer. Ik ben dood. Echt. Hoe komt het, Brent? Dat ik niet zo'n goede skier ben. En ja, dat dan zwaarder is voor mij, zo gezegd, om terug daarin te komen, zo denk ik ook. En bij u? Zeg jij schokko of niet? Mij was vooral de wandeling terug. Ja, we moeten echt ver wandelen. We hebben hier zo, we zitten zo op een berg, zeg maar. En dan moet je naar beneden wandelen om naar zo het eitje te gaan. Ik heb hier de camera's erbij. De 360-camera ga ik nog proberen fixen, dat we dat op de andere dagen misschien nog eens kunnen gebruiken. Ik ga nu eens kijken of de beelden misschien wel gelukt zijn. Want het leek of dat hij uitviel, maar misschien is het niet zo. Dus ik ga even kijken. En dan de GoPro-beelden zijn natuurlijk wel gelukt. En die ga ik even overzetten. Zodat die al in het juiste mapje zitten. Dus dan is dat ook al geregeld. Ik ga nu wat editen. En de rest ga ik naar de winkel en dan gaan we straks eten. Dus dat is goed. Kijk, daar zit dus de 360-graden camera. Maar ik heb net gelezen dat als de batterij... de temperatuur van de batterij onder 0 graden is, dan stopt hij met opnemen. Maar kijk, nu blijft hij opnemen, maar de vorige keer ging hij gewoon direct uit. Omdat nu, wat er nu gebeurt, als hij aan het recorden is, dan, maakt de camera eigenlijk warmte, want ja, de camera draait. En daardoor gaat de batterij zelfs mee tot een temperatuur tot min 20 graden. Maar nu is dat niet het geval, want de batterij is 0 graden en dan gaat hij automatisch uit. Dus ik denk... dat ik de camera ergens moet houden waar dat wat warmer is. Dan beginnen recorden op de piste en dan zou het normaal gezien wel moeten werken. Dus dat ga ik morgen dan eens testen. En als ik hier even naar buiten ga, de rest is naar de winkel, Brent zit in de douche en ik moet mij nog wassen, dus daarmee dat we niet mee zijn. Ik moet ook nog de vlog editen. Maar kijk, als we dan even kijken, check wat een mooi uitzicht hier. Check dit. Crazy. Maar dus, het internet is hier super slecht en ik moet mijn vlogs nu uploaden. Kijk, ik kan het op zich wel even tonen. De vlog die eigenlijk gisteren online moest komen, als ik even naar mijn vlogs ga... Hier in mijn mapje. Oh, dat is de vlog die vandaag online moet komen. Kijk, deze vlog is 5 gigabyte. En die is nu aan het uploaden. Staat op 15%. Dus dat gaat nog wel even duren. Maar ik denk dat ik mijn laptop hier gewoon 's nachts ga laten staan. Maar als we naar de speedtest kijken... De download is op zich niet zo slecht, want het is gewoon de upload die echt slecht is. De download is echt goed genoeg om zo TikTok mee te kijken, YouTube mee te kijken en zo. Gewoon alles mee te doen, maar de upload is gewoon zo slecht. En ja, de upload is gewoon wat belangrijk voor als je YouTube-video's moet uploaden. Ja, ik zit op 5G, dus dit duurt ook al wat langer. Kijk, 275 ms. Maar kijk, download, dat is op zich... Allee, dat is niet top, maar het is niet super slecht, snap je? Daar kun je echt nog wel wat mee doen. Maar als we dan kijken naar de upload... Kijk... die video moet zo lang in de upload staan om die video online te krijgen. Ook al is dat een kleine video. Dus daarmee dat ik ook schrik heb voor de ski-video's. Omdat dat echt video's gaan zijn die misschien 3 keer zo lang zijn als daarmee. Dat wil zeggen dat die video bijna 9 uur gaat moeten uploaden. Dus dat verbruikt niet veel 4G, maar het duurt gewoon lang. Snap je? Dus dat is wel een beetje vervelend. En daarom zijn de vlogs wat te laat gekomen de afgelopen dagen. Dus dat is wel jammer, maar... Ik had dus aan Kobe gevraagd, maar ik denk dat ik mijn laptop hier gewoon ga laten staan. Hij is nu toch aan het uploaden en ik ga Kobe een berichtje sturen. Dat in orde is en dat ik mijn laptop hier wel ga laten staan. En dat ik hier de vlogs wel ga uploaden, want ik denk niet dat het internet daar zoveel sneller is. We hebben een noedelsoepen met schinken. Kip. Schinken is... Geen flauw idee, man. Nudelsuppe mit Karotten. Mit Karotten und ein bisschen Paprika. Bisschen. Es ist sehr gut. Ja, genau. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis bald. Auf nächstes Vlog. Tschüss. En het internet is plots snel. Mijn vlog is gewoon geüpload. Allebei. Moet echt allebei. Let's go. De 5G is plots snel. Fucking crazy. Dat kun je misschien ook gewoon de volgende al. Ja, dat ga ik ook doen. Die staat klaar om te editen. Maar ik moet mijn PC herstarten, want mijn audio werkt niet. En dan daarna is de vlog waarin we vertrekken. Ja, die gaat wel lang zijn. Dat we naar rijden. Die gaat daar niet zoveel. Ja, dat is waar. Die van vandaag gaan we lang zijn. Ik heb echt veel gewend. Ruun heeft gewoon 20 miljard shots in de auto. Ja, hij zit niet aan tafel. Allee, hier is al een onderligger die boven mij gewoon. Let's go, vlogje geüpload. Ik ga mijn hotspotje dan ook af gaan zetten. Die ligt hier buiten voor beter signaal.